Twee Brabants renners in de Belkin-ploeg. De een gaat op voor zijn vierde Giro en weet hoe het is om top 10 te rijden. Ik heb in ieder geval heel veel zin in om weer in Italië te koersen. En ik kijk er heel erg naar uit om weer te beginnen daar. De ander reed nog nooit een grote ronde en gaat uitvinden wat dat is. Ik heb nog nooit langer dan 10 dagen gekoerst, dus dat is nog maar de 11e. Mark Goos en Steven Kruiswijk. Met de ploeg zaten ze 3 weken op hoogte in Tenerife. Ja, het is eigenlijk gewoon één grote vulkaan waar je eigenlijk altijd op en af rijdt. Het is echt totale focus daar op het fietsen zelf. En met die voorbereiding in de benen wordt Goos nu dus in het diepe gegooid. Ik denk dat ik een paar dagen voor de wedstrijd wel zenuwachtig ga zijn. Het is voor mij een beproeving eigenlijk. Maar ja, van de andere kant, ik laat alles op me afkomen. Dus ja, ik heb er eigenlijk weinig stress om. Voor Steven Kruiswijk is het ergens ook een debuut. Hij moest zichzelf opnieuw uitvinden als wielrenner na een risicovolle liesslagaderoperatie in de winter. Kruiswijk hoopte het niveau te bereiken waarmee hij jaren geleden alweer furoren maakte als rondrenner. Voor mezelf alles op een rijtje gezet deze winter ook. En wat ik weer wil en wat ook weer mogelijk is. En ja, ik ga voor mezelf wel met een goed gevoel naar de Giro. Is dit hetzelfde gevoel dat je had toen je top 10 reed in de Giro? Nou, laat ik zo zeggen, ik denk wel dat ik er alles aan gedaan heb om weer die vorm te kunnen bereiken. En top 10 zou natuurlijk heel mooi zijn. De Giro start in Noord-Ierland en wordt in de loodzware derde week beslist als het peloton over mythische bergen als de Gavia, Stelvio en de Zonkerland trekt. Goos hoopt daar te overleven, Kruiswijk hoopt zich daar juist te onderscheiden. Ja, daar moet ik wel van uitgaan dat dat nog steeds mijn sterke kant is. En, ja, kijk, we starten met twee goede kopmannen, met Kelderman en Kruiswijk. Ik ben misschien niet de beste renner bergop, maar... Sommigen zeggen wel eens dat ze beter worden in de laatste week, maar eigenlijk word je minder slecht. Ja, met die derde week gelden toch iets andere regels en hopelijk kan ik me daar weer laten zien.